De Giro d'Italia in 2016 staat in Gelderland. Dat heeft de organisator RCS Sports officieel kenbaar gemaakt tijdens een persconferentie in Milaan. De provincie Gelderland en de gemeenten Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen hebben gezamenlijk het topwielerevenement naar Nederland gehaald. Gemeenten die de Giro Gelderland tijdens de etappes aan zal doen zijn Berkeland, Groesbeek, Renkum, Rede, Tiel en, West en Waal. De Giro d'Italia zal Gelderland aandoen in het hemelvaartsweekend 6, 7 en 8 mei 2016. De ploegenpresentatie en eerste etappe vinden plaats in Apeldoorn. De dag erna staat de Giro d'Italia in Arnhem en finisht via Renkum, Tiel, Westmaasenwaal en Groesbeek. Nijmegen. De laatste en derde dag wordt er gestart in Nijmegen en gefinished in Arnhem. Doorkomstgemeenten zijn dan Berkeland en Reden. De organisatie in Gelderland werkt met een budget van 11,6 miljoen euro. Daarvan betaalt de provincie 5 miljoen, Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen elke 350.000 euro en van de landelijke overheid wordt 2,5 miljoen verwacht en een bedrag van 2 miljoen moet nog worden binnengehaald.